In deze review gaan we kijken naar de Olight M22 Warrior Kit. In deze kit zit een stevige, krasbestendige zaklamp die in zijn meest sterkste stand een lichtgevoeligheid heeft van 950 lumen en daarmee kan je zelfs tot drie voetbalvelden verschijnen. Naar zijn uiterlijk, hij is dus geheel zwart, hij weegt 0,15 kilogram en is 14,4 centimeter lang. Hij heeft een metalen body die krasbestendig is, beschikt over een rubberen knop hier aan de achterkant. Hij heeft ook een pocketclip, zoals je ziet, en uh, zijn kop die is ook van metaal en is dus gewoon heel erg stevig. Nou, ook uh, krijg je bij deze zaklamp oplaadbare batterijen, die uh, zien er dus uh, zo uit: je krijgt ook een uh, oplaaddok en natuurlijk een adapter, en er zit ook nog een uh, polsbandje bij zodat je hem ook niet kan verliezen. Nou, ik zei het al, hij beschikt over drie verschillende lichtsterktes. Zo heb je een uh, lage lichtsterkte. Eentje die in het midden zit. En uh, ook uh, een hoge dus. En je ziet, ik verander dit door aan uh, dus de kop te draaien. Zo kan je dus heel gemakkelijk wisselen tussen deze lichtsterktes. Nou, ook uh, als je hem um, uitzet en je zet hem vervolgens weer aan. dan zal hij altijd uh, naar de lichtsterkte gaan die je als laatste hebt gebruikt. Dus dat onthoudt hij dan. Nou, als je de rubberen knop uh, twee keer half indrukt. Dan gaat hij naar zijn volledige sterkte. En als je hem drie keer half indrukt, dan gaat hij naar een stroboscoopstand. Nou, als je dan deze rubberen knop ook ingedrukt houdt, dan blijft hij in deze stroboscoopstand staan. Nou, zijn lichtste stand die is 20 lumen en met een volle batterij kan je ongeveer hem ongeveer 30 uur gebruiken. Zijn middelste stand die gaat ongeveer 3 uur mee, want die is 250 lumen. En zijn hoogste stand, die van 950 lumen dus, die gaat met een volle batterij 1 uur mee. Wil je meer informatie of wil je deze Warrior Kit bestellen met de Olight M22 erin? Ga dan naar zaklampcenter.nl of be. Maar je kan natuurlijk ook altijd langskomen in een van onze winkels.